CBN Prime Alert van dinsdag 15 november 2016 uw aandacht voor de headlines. Openbare commissievergadering over flitspalen. Matura, wat zal implementatie flitspalen project kosten? SPSB, OV en Broadhomes werken samen. Ontvoerde baby terecht, verdachte aangehouden. Jarige SAB schenkt $5,000 aan St. Vincentius ziekenhuis. Voorbereiding NJP verkiezingen in volle gang. Babulal voor deelneming criminele organisatie opgesloten. Effecten van het menen van zand schelpen op stranden in Suriname. Workshop duurzame uitoefening van landbouw in het binnenland. Vandaag heeft er een openbare commissievergadering plaatsgehad in de Nationale Assemblée, waar men nader is gegaan op de nadere wijziging wetboek van strafvordering. Nou, de nadere wijziging die heeft te maken met dat van de flitspalen. De commissie van rapporteurs, of de voorzitter van de commissie van rapporteurs, is het lid Cotino, die toch wel een negental vragen heeft gesteld aan de minister van Justitie en Politie, welke zo'n beetje betrekking hebben op deze flitspalen. Haar vraag, een vraag bijvoorbeeld is geweest op of deze flitspalen toch wel bestendig zijn voor wat betreft onze weersomstandigheden. Worden deze apparaten ook nog geëikt? Hoe is de staat van deze flitspalen? Wat is de stand van zaken? Kunnen ze nog gebruikt worden? Verder heeft zij aangegeven dat toentertijd er 3 camera's zijn gekocht en slechts 1 is ingebracht in de flitspalen. En de foto's die deze camera's dan maken, die kunnen slechts handmatig gebruikt worden of handmatig gehaald worden. Na hoeveel tijd na de overtreding kan er geverbaliseerd worden? Kan een flitspaal gerekend worden tot wegmeubilair? En nog een aantal andere vragen welke het lid Cotino vandaag stelde aan de minister van Justitie en Politie in het kader van de openbare commissievergadering over de nadere wijziging wetboek van strafvordering. Wil jij het toe? Elke aanpassing, elke toepassing van hulpmiddelen, het zij wegmeubilair of elektronische apparatuur, als snelheidscamera, flitspalen, laserwand, etc. voorzitter, die kan bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid enerzijds en het indammen van de verkeerscriminaliteit anderzijds. Voor het jaar 2016 zitten we al op ruim 63 verkeersdoden. Een van de oorzaken is gebleken verlies van controle over het stuur als gevolg van rijden met een hoge snelheid. Soms moeten we wetten maken om mensen te beschermen tegen hun eigen handelen. Deze wet is er een van. Voorzitter, met betrekking tot deze wet, zoals ik eerder stelde, zijn er enkele vragen en aandachtspunten die de commissie onder de aandacht van de minister van Justitie en Politie wenst te brengen. Namelijk 1. Als commissie van rapporteurs hebben we ons afgevraagd of de elektrische apparaten bestemd zijn voor ons klimaat, gelet op onze weersomstandigheden. 2. De commissie wenst meer duidelijkheid omtrent het eiken van de elektrische apparaten. Volgens bekomen informatie worden ademanalyseapparaten jaarlijks geëikt, evenals de laserband, en bij het verstrijken van de geldigheidsprocedure is het niet meer mogelijk om het apparaat in te zetten voor een dergelijke analyse. Dit is een soort betrouwbaarheidsveiligheidsprincipe dat is ingebouwd in de apparaten. De vraag die bij ons rijst is, zullen deze nieuwe in te voeren elektronische apparaten ook worden geëikt? Indien wel, hoe vaak zullen die worden geëikt? En is ook het zojuist geschetste betrouwbaarheidsprincipe ingebouwd in al deze apparaten? Het een en ander kan worden opgenomen in de memorie van toelichting. 3. We wensen meer duidelijkheid over de huidige staat van de elektronische apparaten die in gebruik zullen worden genomen.
Er zijn op 6 verschillende locaties reeds lichtpalen geplaatst. Aan de Dr. Werkmoorstraat, Ringweg Noord, Kennedyweg ter hoogte van Rijksdijkstation, Laxmondstraat, Quattaweg en de Tamansai. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de operationalisering van deze apparaten? Kunnen deze apparaten nog in gebruik worden genomen überhaupt? 4. Er zijn ook 3 camera's aangeschaft waarvan 1 is geïnstalleerd aan de Dr. Werkmoorstraat. We hebben uit gesprekken met stakeholders begrepen dat data slechts handmatig gehaald kan worden van de flitspalen. Dat wil zeggen, voorzitter, dat in deze moderne tijd van wireless internet we een medewerker van het ministerie al dan niet de politie moeten sturen naar die paal om die paal te beklimmen met een memory stick in de hand om die informatie te halen om te weten wie een overtreding moet begaan. Voorzitter, minister, u begrijpt best dat dit voor ons niet de gewenste situatie is. We willen als commissie van rapporteurs daarom van de minister weten wat met deze flitspalen zou worden gedaan. Kunnen ze worden geupgraded of moeten er modernere flitspalen worden aangeschaft die wel voldoen aan de eisen van deze tijd? Kan het systeem niet beter worden georganiseerd omdat de info per direct via de elektronische weg naar een meldkamer of een datacenter wordt getransporteerd? Want het handmatige is onwerkbaar. Trouwens, voorzitter, wie bedenkt het nou in deze situatie? Punt 5. Gezien de situatie waarbij de informatie handmatig moet worden gehaald, rijst bij ons de vraag, na hoeveel tijd, na de overtreding, kan de overtreder geverbaliseerd worden? En is dit wettelijk geregeld? Want we moeten voorkomen dat burgers met boete van jaren terug worden opgesteed, waarvan zij zich niets meer kunnen herinneren, en dit enkel en alleen omdat de politie een achterstand heeft in het verwerken van de data als gevolg van het feit dat de informatie handmatig wordt gehaald. 6. Kan een flitspaal of snelheidscamera gerekend worden tot verkeersmiddelen? Indien er bij aanrijdingen vernielingen worden aangebracht aan het verkeersmeubilair, wordt de schade in rekening gebracht van de veroorzaker of neemt de politie alleen de blikschade van betrokken voertuigen op? En hoe zal in de toekomst worden omgegaan met eventuele vernielingen, zeker schade aan dergelijke dure apparaten? Het is ons bekend dat de flitspaal te Rijksdijk al is beschadigd door een aanrijding. Hoe gaan we in de toekomst hiermee om? Het kost ons veel geld aan aanschaf en onderhoud. En ik stel voor dat ook dit bij wet wordt geregeld, indien dat nog niet het geval is. Ik verneem het graag van de minister. Punt 8. In de memorie van toelichting is aangegeven dat flitspalen of snelheidscamera's gebruik maken van radarsignalen. Ik citeer. Radargolven kennen een zogenaamd Doppler-effect, waarbij de snelheid van terugkaatsen wordt gemeten. Een rijdend voertuig beweegt naar de radargolf toe of er vanaf. Het tijdsverschil tussen de verschillende terugontvangen signalen kan groot of klein zijn. Bij een tijdsverschil rijdt het voertuig sneller dan bij een klein tijdsverschil. Bij een groot tijdsverschil rijdt het voertuig sneller dan bij een klein tijdsverschil. Op basis van dit tijdsverschil wordt de snelheid van het voertuig berekend. Einde citaat. Voorzitter, ik veronderstel dat als het voertuig richting een radargolf opgaat en er vanaf gaat en er daartussen een grote snelheid is, een groot tijdsverschil is, dat het voertuig juist langzaam rijdt. In de memorie van toelichting is aangegeven dat er juist sprake is dat het voertuig sneller rijdt. Ik wil nu graag van de minister als wat in de memorie van toelichting staat correct is. 9. Flitspalen werken op basis van kentekennummers. Voertuigen die nog niet zijn verkocht beschikken nog niet over een kentekennummer of een kentekenplaat.
Maar er wordt met een zogenaamde P-kaart gewerkt. Een bewijs met de gegevens van het voertuig, waarbij toestemming wordt verleend aan de houder om zich op openbare weg te mogen begeven. Personen die rijden met een dergelijke P-kaart of P-plaat kunnen op basis van deze wijzigingen niet geflitst worden, terwijl zij wel een overtreding kunnen begaan en in het ergste geval zelfs een aanrijding kunnen veroorzaken. Dit aspect is niet in het wetsontwerp meegenomen, het is buiten beschouwing gelaten. Maar we willen graag weten, als commissie van rapporteurs, vernieuwen we graag hoe de minister hiermee denkt om te gaan. Zou het mogelijk zijn om een speciaal kentekenplaat te introduceren voor voertuigen die beschikken over een V-kaart? Graag antwoord van de minister hierop. En als laatste vraag, behalve dat splitsvallen werken op basis van kentekennummers, moeten ze ook in staat zijn om op basis van het type voertuig te kunnen identificeren. Het is mij nog niet duidelijk of en hoe in het systeem onderscheid zal worden gemaakt tussen fietsers, brandfietsers, motorfietsers, auto, trucks, etc. We willen graag weten of het software daarop is afgestemd. Of moeten we dat simpelweg van de beelden afleiden? Ik zal het net voor Tino. Het heeft over na hoeveel tijd na de overtreding kan het geverbaliseerd worden. En dan heeft dat eigenlijk te maken met die flitspalen die handmatig bediend worden. Maar het is niet de bedoeling dat je nu een overtreding begaat en over 3 maanden geverbaliseerd wordt. Dus ik zal ook nagaan of er werkelijk een vrij lange tijdspanne ertussen is, want in feite moet je op het moment dat die daad gepleegd wordt, geverbaliseerd worden. Daar gaat het systeem ook van uit, maar dit zal ik natrekken. Verder is er ook aangegeven wat er gebeurt bij de aanrijding, wanneer er, als er schade is verricht aan het verkeermeubilair, wie dit vergoedt. Dit is een hele grote leemte en in feite zal dit vergoed moeten worden door de verzekeringsmaatschappij. De weggebruiker is verzekerd tegen de schade die hij verricht door een onrechtmatige gedraging in het verkeer. Wat zien we gebeuren in Suriname? Men kijkt alleen maar naar de auto of naar de persoon en klaar is het. Men kijkt niet naar rescue brandweer die geld heeft uitgegeven om te komen redden. Men kijkt niet naar de schade wegmobilair. Men kijkt niet naar de schade van een elektrische paal, van EBS. Al deze schade zal opgenomen moeten worden in het procesverbouw van de politie. Het is de staat Suriname die eigenlijk maakt dat ze continu verliezen leidt door die zaken niet op te nemen in het schaderapport dat de politie maakt. Daaraan komt de einde, want wij zitten ook maar allerlei verzekeringsmaatschappijen te subsidiëren wanneer brandweer uitdrukt om mensen uit de auto te redden enzovoort enzovoort. Dat is allemaal geld. En de verzekering dekt alle schade als gevolg van een aanrijding. En daar moet men gewoon gebruik van maken. Maar het is ons gedrag zelf, omdat wij als staat te weinig bewust zijn van wat die verzekering inhoudt. Vanuit Justval komt er een ander tijdperk wat dat betreft. De politie zal heeft de instructie al dat ze al dat soort schadeposten moet opnemen. Maar dat is voor de maatschappij. Het lid Krishna Kumari Mathura, die ook zitting heeft in de commissie die zich buigt over de nadere wijziging van de wetboek van strafvordering, die heeft er vandaag ook enkele vragen gesteld aan de minister van Justitie en Politie. Een zorgpunt voorafgaand aan haar vraagstellingen is dat wij tot vandaag 63 verkeersdoden hebben en duizenden aantal
aanrijdingen en zoveel personen die ongelukken hebben opgelopen. Verder heeft zij ook wat zij ook belangrijk vindt, dat ten aanzien van de nadere wijziging, hoe deze informatie gedeeld zal worden met die gemeenschap, hoe de informatie naar hun overgebracht zullen worden. Verder, in welke mate voldoen deze camera's van de flitspalen aan deze tijd? Is er een begroting gemaakt voor het implementeren van dit project? Met andere woorden, hoeveel zal dit project gaan kosten? En wat is de tijdlijn van operationalisering? Haar vraag is geweest of alle 6 camera's gelijk geïmplementeerd zullen worden. We voeren u naar het lid Krishna Mathura en gelijk naar haar, de minister van Justitie en Politie, die toch wel in is gegaan op enkele van haar vragen. De overige vragen die zijn meegenomen naar de plenaire openbare vergadering. Een van de belangrijkste zaken in het verkeer is dan ook het reguleren van de snelheid. Omdat alle wegen een snelheidsbeperking hebben en verhogen van de snelheid is dan ook een hele belangrijke oorzaak bij aanrijdingen. Daarom is deze wet heel belangrijk, van hoe reguleren we de snelheid op de weg. Hoe zorgen we dat preventief en repressief mensen zich houden aan de snelheids, maximum snelheden in het verkeer. Mijn vraag daarom aan de regering is dat zijn er op korte termijn andere maatregelen, los van deze flitspalen, en dit is een radarflitspaal, zijn er op korte termijn andere manieren, andere strategieën, andere hulpmiddelen welke het ministerie wil gaan inzetten om de snelheid te reguleren of om de veiligheid aan te pakken binnen Suriname? Ik stel deze vraag omdat hier is al gememoreerd 63 doden in het verkeer, maar meer dan 3000 gewonden in het verkeer en bijna 11.000 aanrijdingen op jaarbasis. Bijna 900 aanrijdingen was het op maandbasis. En als deze cijfers anders zijn, dan hoor ik dat graag van de minister. En dat is voor een klein land als Suriname ontzettend veel. Dat betekent dat ons verkeer absoluut veiliger moet. Ik stel deze vraag ook omdat wanneer we de wet nu wijzigen en het ministerie heeft het voornemen op korte termijn bijvoorbeeld digitale flitspalen te zetten of andere flitspalen te zetten, bijvoorbeeld op de wegdek, trajectcontroles en dat soort dingen, dat we dat in één keer kunnen meenemen en dat we niet elke keer als het ministerie een ander wegmeubilair gebruikt, een ander instrument gaat gebruiken, dat we dan die wet moeten veranderen. Dus graag wil ik weten van welke andere manieren en mogelijkheden wil de minister op korte termijn introduceren, zodat we dat bij de behandeling hiervan kunnen meenemen. Tweede vraag is, hoe zal de informatie naar de samenleving verbeteren, specifiek met betrekking tot deze extra handhavingsmechanisme in het verkeer, maar ook de flitspalen, zodat er preventief wordt gewerkt, maar ook gewoon meer voorlichting om het aantal aanrijdingen en het aantal doden in het verkeer en ongelukken in het verkeer te verminderen. Een derde vraag die ik heb is, natuurlijk zijn met deze flitspalen zijn er een aantal aspecten, de technische aspecten, de juridische aspecten, de operationele aspecten, maar ook dus de deelnemer. Wat betreft de technische aspecten, hier is voor een groot deel aangehaald dat er, dacht ik, 6 flitspalen er waren. Maar 1 is alleen voorzien van een camera en dat is die van de Dr. Sovirek Moenstraat. Maar de andere zijn niet voorzien van een camera. En ik heb begrepen vanuit de voorbesprekingen dat er nog 2 liggen op de afdeling verkeer. In welke mate voldoen deze camera's nu aan de eisen van de tijd? Omdat deze camera's zeker al, ik dacht, 6 jaren liggen. 6 of 7 jaren geleden gekocht zijn en al die tijd hebben gestaan. En in welke mate voldoen deze camera's nog aan de eisen van deze tijd?
Tweede is, is er een begroting gemaakt over de technische implementatie van dit project. Dus zoals het nu is, heb ik begrepen dat er 5 andere flitspalen niet voorzien zijn van elektriciteit, van internet, etc. Is er een begroting gemaakt wat dit allemaal gaat kosten en wat is de begroting hiervan? Wat kost het allemaal? Wat is de tijdslijn die de minister in gedachten heeft om deze flitspalen te operationaliseren? Dus los van de begroting, hoeveel tijd gaat er in zitten om alle 6 te implementeren? En is men überhaupt voornemens om dit jaar alle 6 te implementeren? Dus dat al die 6 flitspalen voorzien worden van een camera. Tweede is, mevrouw Cotino heeft het gehad over het kalibreren van de apparaten. En het is een soort eiking van de apparaten. Hoe lang duurt het eiken? Kan het eiken hier plaatsvinden of moeten de apparaten gestuurd worden naar het buitenland? Wat kost dat ook? Tweede is, stel dat een apparaat niet geëikt is en er wordt daarmee geflitst. Wat zijn de consequenties daarvan voor de burger en voor het proces? Voor de juridische afhandeling van het proces. Verder heb ik met betrekking tot de technische aspecten. Zijn bedrijven hier die in staat zijn om die apparaten te kalibreren? Heeft het ministerie van Handel en Industrie die erover gaat om dit soort zaken te eiken? Hebben ze de middelen, de mogelijkheden om het te doen? Of, en wiens verantwoordelijkheid is het? Is het van de minister van Justitie en Politie? Of blijft het bij HI? Moet dat proces begeleid worden door HI? Of moet dat proces begeleid worden door Justitie en Politie? Ik kom naar de juridische aspecten. Natuurlijk gaat het hier om snelheidsovertredingen. En dat gaat dus in het wetboek van strafvordering opgenomen worden. Ik weet uit ervaring dat de 11.000 aanrijdingen die plaatsvinden, dat die mensen niet beboet worden of enkele daarvan. Zijn er mogelijkheden om dat ook mee te nemen in deze wetswijziging, dat die mensen ook op een verkorte manier ook gecorrigeerd worden voor de fouten die ze hebben begaan, waardoor ze weten dat ik, als ik betrokken ben bij een aanrijding, dat ik niet alleen de schadeafhandeling doe, maar dat ik ook bijvoorbeeld een boete krijg. Of, afhankelijk van de ernst, ook natuurlijk de veroordeling. Maar ik weet uit ervaring dat het gros van de aanrijdingen, dat de mensen gewoon met een schadeclaim ervan afgaat. En dat werkt niet preventief en dat werkt ook niet corrigerend en regulerend. Zou de minister mij kunnen aangeven hoeveel en kan dat ook meegenomen worden in deze wetswijziging? Operationele aspecten. Ik weet dat er ongeveer van alle overtredingen op dit moment 20% afgehandeld worden door de rechterlijke macht. Kan de minister ook aangeven wat is de capaciteit bij de rechterlijke macht? Hoeveel zullen er in de komende jaren afhandelen? Wat is de planning van de minister om te zeggen van hoeveel verkeersovertredingen willen we hebben per jaar? En hoeveel zal daadwerkelijk ook efficiënt en effectief afgehandeld worden? Dan kom ik bij het lid Matura, die gevraagd heeft of er op korte termijn andere maatregelen zijn om de veiligheid, verkeersveiligheid aan te pakken. Het is misschien goed om aan te geven dat we nu al 6 tot 8 maanden een commissie verkeersveiligheid hebben ingesteld die multidisciplinair is, waarin Justvol zit, Volksgezondheid en OV en V. Het is de bedoeling dat we naar een verkeersveiligheidsinstituut gaan als we de fondsen ervoor vinden. En als bepaalde toezeggingen doorgaan, hebben we dat in augustus. En we zullen in dat verband, zijn we nu aan het bekijken, een public en private partnership, waarbij je een hele veranderde verkeersveiligheidsbeleid
zult krijgen, moderne apparatuur zult hebben. En natuurlijk zullen we hogere boete ook moeten vaststellen. We denken dat we over 2-3 maanden precies weten welke richting we opgaan met de public en private partnership. Dan zal dat, zult u ook geïnformeerd kunnen worden. Ze vroeg ook of het mogelijk was om naast de schadevergoeding ook boete. Weet u, ik snap Suriname eigenlijk niet. De staat Suriname. De schadevergoeding is tussen burgers. Iemand leidt schade, moet op grond van het burgerlijk wetboek schadevergoeding krijgen. Wat ik niet begreep, is dat het recht niet gehandhaafd wordt door geen boete op te leggen, terwijl de wetgeving dat wel toestaat. Of je gaat de bak in, of je moet de bak en boete of alleen boete, hangt er helemaal vanaf hoe die onrechtmatigheid eruit ziet. En dan zie je dat vergeten wordt. Ik denk dus dat er een behoorlijke mindshift moet komen bij de politie op dit punt. Er zijn landen, ik kan het u zeggen, Nederland is één van ze, waarbij de politie door een prudent boetebeleid zichzelf onderhoudt. En ik denk dat die mindshift hier ook gemaakt moet worden, waardoor je gaat krijgen dat het korps heel alert wordt om boete op te leggen en boete te innen. Daar gaat het ook om. Maar wanneer dat ding ook gaat van weet je waar, laat die paai, alles gebeurt toch, ook al halen we boete op of niet, dan krijg je dit soort momenten dat je je afvraagt waarom wordt die wet niet gehandhaafd. Maar daar gaat het om. En we daardoor leren we onze burgers ook niet dat ze zich correct moeten gedragen in het verkeer. Het ligt ook aan hoe wij ermee omgaan. Dus ik hoop dat we de komende tijd een mindshift kunnen meemaken hierop. Broad Homes Industries International met hun hoofdvestiging in Hongkong en de afgelopen 3 jaren een vestiging in Suriname en wel te Domburg, die heeft er vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het ministerie van Openbare Werken en de Surinaamse Postspaarbank en dit ter oplevering van prefab woningen. Tijdens de ondertekening, welke plaatsvond in Hotel Torarica, waren heel wat andere notabelen aanwezig. Wij voeren u naar de verschillende speeches welke gevoerd zijn in dat kader en ook nog de ondertekening van de belangrijke documenten. Ik wil u feliciteren met deze mijlpaal en een contract ondertekening naar dit geweldige project. Ik heb een aangehoedanigheid Brandhoms van dichtbij meegemaakt. Vanaf de eerste sparen dat ze hebben gezet in de grond voor het bouwen van het bedrijf. En ik heb gezien de kwaliteit welke ze geleverd hebben. Er staan 4 woningen daar op de barra. En de topkwaliteit. Maar ik wil toch een paar dingen hier onderstrepen. Ik heb in gesprekken met Brandhoms heb ik aangegeven dat in het ontwerp we toch meer rekening moeten houden met onze cultuur. En in het ontwerp ook rekening moeten houden met de materialen, de bouwmaterialen, welke wij hier produceren. En ik ben overtuigd, dat is vaak gezien de know-how welke in het bedrijf heerst, is dat ze deze uitdaging aankunnen, waarbij bouwmaterialen producerende bedrijven hier in Suriname ook meer aan bod kunnen komen in het ontwerp. Nog eens een keer wil ik iedereen in de Surinaamse bevolking hartelijk feliciteren met deze contract met de tekening. We staan vandaag voor een huwelijk feit. En ik denk dat er toch wel een paar fluide momenten zijn die ik graag zou willen memoreren. We gaan allemaal met het bezoek van de president van de Republiek aan China. Waar hij een kort bezoek bracht aan de provincie Hunan, hoofdstad Xinjiang, waar hij feite de eerste bezoekjes naar brood of fabriek, ook andere fabrieken zijn gebracht. En die tijd was ik governor van de Centrale Bank
is opgevolgd met meerdere bezoeken richting Janja en het team dat hier naartoe kwam. En ik moet zeggen dat het was een feit, ze kwamen zich vestigen. Maar ik zou zeggen, het meest indrukwekkende dat ik heb meegemaakt is dat in recordtijd een grote uitstekende fabriek hier werd opgezet. En ik heb het gememoreerd in andere toespraken dat wat zij, wat Broadhoek in staat is geweest doen, geeft aan hun professionalisme, hun doorzettingsvermogen en de capaciteit om in feite vanuit het niets iets op te zetten. Belangrijk, ik heb ook veel meetings gehad als governor toen met de mensen van Broadhoek. Ik denk dat Jozef er een van was. Ik denk dat we zeer zeker de trekker van maanden, mevrouw Shelley, die hier zo continu bezig was met LGB, met OW, om toch wel dwars door alle bureaucratie van Suriname te kunnen broederen en een fabriek op te zetten dat gereed was. We kennen allemaal de strubbelingen, maar we zeggen zoals we in Suriname zeggen, de aanhouder wint. Wat een prachtfabriek, maar de volgende stap is natuurlijk hoe breng je deze fabriek in werking. En ze hebben het ook bewezen door met een uitstekend model te komen van public-private partnership. De staat faciliteert. We hebben de financiële kant en we hebben de business kant. En die maken in feite dat we met een prachtmodel zitten, vooral in de economie die in de dip zit, waar we groei, werkgelegenheid toch wel als prioriteit stellen. En ik denk dat we een fantastisch resultaat vandaag de dag hebben. Een ander moment om bij stil te staan, en dan kijk ik richting Surinaamse Postbaarbank. Dat 2 jaar terug waren de staatsbanken vrijwel ondertekenend, meestal een restpost in het schema van financiële instellingen. Ik denk dat onder de bevielende leiding van de nieuwe directeur, meneer Kromosuto, we gigantische stappen vooruit hebben gemaakt. Het is een bank, een staatsbank, die zich niet laat gelden. Naast hem zijn er ook hele goede cracks binnengekomen. Ik denk aan mijn goede vriend De Laan, Bernard Putter. En als ik kijk naar het resultaat van de handelingen en wat ze allemaal op tafel brengen, dan weet je dat er ook een goede technische staaf achter deze heren staat. Ik zou zeggen, van harte felicitaties aan de SPLB, die het eerste model van de PPP heeft kunnen brengen, zelf kunnen onderhandelen, zelf als poten heeft gezet. En enorm bedankt aan hun jonge directeur, die toch wel in staat is geweest in een hele korte tijd om een staatsbank in de visie van velen te brengen. Wat wij allemaal willen, een hele sterke bank voor de staat, voor de republiek. Een hele sterke bank voor de overheid. En dat er geen restpost voor iets later op post is in het geheel van banken. Voor mij is als minister van Financiën is natuurlijk heel prettig. Want ik hoorde Jim praten over werkgelegenheid creëren. Zoveel mogelijk werken met Surinaamse contractanten. In een economie in een slum is heel belangrijk dat we de werkgelegenheid opdrukken. Werkgelegenheid betekent COCRA. COCRA betekent inkomsten, maar ook inkomsten voor de staat. En daar zijn we allemaal gelukkig mee. Ik wil dus de partners in deze niet te vergeten het werk van OE en het begeleidend werk dat we verder zullen doen. Hier hartelijk bedanken voor het doen van de Republiek. En ik denk dat we hun, ook ons allen, mogen feliciteren voor dit jubileum. Ik kijk naar bijna 4 jaar terug, 2012. Ik moet zeggen van, dat wat we hebben bereikt, het was geen makkelijke bevalling. Waarschijnlijk een moeilijkere bevalling
dan mevrouw Van Dier. Van Dier, maar we zijn er en ik zou zeggen, we zijn er om te blijven. Heel veel dank voor alles en mijn felicitaties voor u. De 13-jarige Safira Cairo is aangehouden in de omgeving van de Suralkoweg. De 3 maanden oude ontvoerde baby Rowencio Akobe bevond zich bij haar. De politie ontving maandagavond telefonisch de melding dat de verdachte zich met de baby op een adres in het district Para bevond. Safira werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Medisch bleek de baby helemaal in orde te zijn. De zuigeling is afgestaan aan de grootmoeder. Het kind zal voor verdere controle onderzocht worden door een kinderarts. Safira is intussen voorgeleid. Na overleg met het Openbaar Ministerie is zij hangende het verder onderzoek in verzekering gesteld. Zij is ondergebracht in het jeugddoorgangscentrum Opa Dulli, meldt de politie Public Relations. Suriname Alcoholic and Beverage, de SAB, is jarig. De SAB wordt 50 jaar en in dat kader hebben zij gemeend om het Sint Vincentius ziekenhuis te gedenken met een cheque van $5,000. De SAB die staat er bekend om hun alcoholische dranken, maar wat minder bekend is, is dat zij ook alcohol, en dat is voor ontsmetting, leveren aan onze ziekenhuizen. Er zijn nog grote plannen en dat is dan ook om te komen met een cosmetische lijn, ook nog een eigen parfum en de van oudsher bekende tandpasta in de vorm wat wij vroeger hebben gekend als Castella. Wij voeren u naar de speeches als ook naar de overhandiging van de cheque van $5,000. Een mooie dag, ja. Vandaag om hier te mogen staan om zo meteen een cheque in ontvangst te mogen nemen. Een cheque zoals gemeld is al $5,000 voor de aanschaf van het CPAP-apparaat. Continuous positive airway pressure. Dat heb ik ook moeten leren van onze kinderartsen. Enorm mooi moment, omdat we al lang praten over wat we nodig hebben hier op de kinderafdeling. En als dan de kinderartsen de gelegenheid krijgen om iets te zeggen, riepen ze allemaal, alle drie, riepen dan hier een CPAP-apparaat. Dat is wat we nodig hebben. En toen dacht ik, jeetje, maar dat kost wel erg veel geld. Voor ons is $5,000 ook niet dat je zomaar even tevoorschijn haalt. Dus ik ben gaan speuren wie in mijn nabije omgeving zo zich afspeelt om een mooie donatie te doen aan het ziekenhuis. En warempel, ik heb mijn vriend Stephen Mayong hierover verteld. En het is zo gewild dat 2016 voor ons beide een heel memorabel jaar is. We zijn ziekenhuis 100 jaar, SAB 50 jaar. Toen hebben we beide gezegd, dan gaan we iets goeds doen voor de samenleving. We gaan het CPAP-apparaat aanschaffen waarmee we levens van kindertjes kunnen redden. En daar staan we eigenlijk allemaal hier voor. Bij het ziekenhuis, de artsen, de verpleegkundigen. Maar ik denk ook bedrijven in Suriname, zoals SAB hier voorbeeld geeft, die ook een stukje verantwoordelijkheid hebben naar de samenleving toe. Niet alleen geld maken en winst maken, natuurlijk is dat belangrijk voor een bedrijf, maar ook het goede hart laten zien, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zo heeft het gezegd, dat is onbelangrijk. En dat komt vandaag allemaal op zijn plaats bij elkaar terecht met de overhandiging van de cheque voor mijn team voor de aanschaf van de CPAP-apparaat. We hebben helaas het droevige nieuws moeten horen eergisteren dat kinderarts van ons, John Deltade, is heen gegaan. Ook met John heb ik persoonlijk nog gesproken over beademing van kinderen, het belang van kinderen in leven houden. Dus dit is ook een stukje werk van John. En jij hier, hij maakt misschien niet mee, maar hij heeft ook zijn steentje bijgedragen voor de keuze van dit apparaat.
ben erg blij dat ik namens de SAB hier mag staan om dit te kunnen doen, dat wij in staat zijn om het CPAP-apparaat te overhandigen. Het moment dat de koos is dat wij van meneer Hindley tegen, en we spraken een keer over, ik vond het zo geweldig dat het ziekenhuis 100 jaar eeuw bestond. En ik ben bijzonder onder de indruk van het goede werk dat hier gezet wordt om het ziekenhuis klein te houden in deze moeilijke omstandigheden hier. We weten allemaal hoe moeilijk het is in de gezondheidszorg. Ik denk dat wij als SAB in de particuliere sector een stukje makkelijker hebben. En vandaar ook onze verantwoordelijkheid om waar wij kunnen bijspringen om daar een helder aan toe te steken. En 100 jaar vind ik wel, 100 doelen doen we 70 jaar, dus dat 70 jaar, 100 jaar past mooi samen. Dus voor een heel mooi gebaar, we hebben nog niet over hoe we dat gaan schenken. Het moest iets met een feest zijn, dus we zouden een paar nullen wegstreken en weer zetten. Maar dat mag je eigenlijk niet zeggen. 4-0, 3-0. In elk geval, voor de kinderen natuurlijk, dat is gewoon voor Suriname. Want bij ons is het zo een vader, want het vat zo voor Suriname. Dus we hebben met de kinderen natuurlijk, de kinderen zijn het gewoon voor Suriname. En als je hoort hoe moeilijk, onder welke moeilijke omstandigheden de kinderartsen en de leiding in het bedrijf staan moeten houden, zeggen wij van nee, ik zijn graag trots dat we de namen van de kinderen, prematuur geboren kinderen die ademhalingsproblemen hebben, dat we iets kunnen doen door middel van het financieren van dit mooie apparaat. Ik vertrouw er ook op dat het ziekenhuis apparaat inderdaad op de juiste wijze deze gift zal beheren en onderhouden, zodat het apparaat tot in lengte van dagen zijn diensten kan bewijzen aan prematuur geboren kinderen. SAB, men kent ook de naam als bedrijf dat rum maakt, plezier, konot, maar dat hebben we natuurlijk, mevrouw, haalt het even aan. Maar we hebben ook een andere zijde, en dat weten veel mensen niet, dat we ook de farmaceutische en de cosmetische industrie voorzien van alcohol. Onder andere alcohol en ook Braziliaan worden ons voorzien, wij leveren alcohol. Veel weten ook dat we vroeger onder de recente van de AXO in Nederland maakten we onze eigen koelbries. Maar heeft verklaard dat we nog heel opnieuw zijn te kijken dat we weer misschien met een parfum gaan uitkomen of een toilet. Omdat de situatie in Suriname vandaag de dag moet je er toch wel kijken naar andere zeg maar, opportuniteiten die er zijn om de import op een of andere manier een beetje te kunnen beperken, te kunnen ondervangen. We hebben zelf een veel tandpasta gemaakt, jullie kennen allemaal waarschijnlijk oude Castelle tandpasta. En we hebben een installatie nog, dus we zijn ook aan het kijken met een partner te kijken. Maar hier kunnen we weer beginnen om daarin te voorzien zodat we de visie kunnen besparen voor het land. Dus de SAB is niet alleen maar producent van een lekkere borgerrum, lekker rum, hanapie, al die andere lekkere rums. Maar we zijn ook de grootste leverancier, de hoofdleverancier van de alcohol. Dus in elk zeg maar, medicijntje zit wel alcohol van ons. En daar zijn we best wel trots op. Ik denk dat het misschien vanuit onze corporate responsibility misschien te weinig belicht wordt. Vaak zeggen mensen, hey, SAB, vooral in die steen, overal waar ik kom, zegt ze, het gaat goed met jullie, want het gaat slecht in het land. Ja, we gaan meer drinken. Inderdaad, er wordt misschien meer pannen gedronken. Ook daar ook in gespeeld. Sinds recent hebben we een nieuwe marktdruk mee gebracht, 65%, om ook daarmee rekening te houden met gezondheid. Dus niet alleen marketing technisch, maar ook wel met gezondheid. Nogmaals, ik ben namens de collega's die hier aanwezig zijn, maar ook anderen. We zijn over 2 dagen hier op ons 50ste verjaardag. Moment officieel bezig zijn. We gaan het niet in burger vieren, maar we zijn wel op onze stand verplicht. We maken alcohol, rum, vanuit dat we toch wel bescheiden, pas te wezen, dit zullen gedenken. De voorbereidingen voor de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement 2017 die zijn in volle gang. We spraken hierover met de heer Anil Gisaidoube. Hij is voorzitter van de organisatie Commissie Verkiezingen Jeugdparlement 2017. En de heer Gisaidoube die gaat toch wel breedvoerig in op deze verkiezingen die volgens hem toch wel heel erg belangrijk zijn. Vaak genoeg heeft men toch wel de indruk dat het Nationaal Jeugdparlement niet veel doet voor de jongeren, maar volgens Gisaidoube is het namelijk toch wel prijzenswaardig dat er een jongereninspraakorgaan is die toch wel gaat voor de problemen van jongeren, gelet op het feit dat er in zoveel andere landen jongeren dit niet hebben en door heel veel heen moeten gaan om toch wel hun stem te laten horen, terwijl dat in Suriname toch wel allemaal nog kan
via het Nationaal Jeugdparlement. We voeren u naar het vraaggesprek welke wij hadden met de voorzitter van de commissie verkiezingen Nationaal Jeugdparlement 2017, Anil Gisai Dubé. Heer Anil Gisai Dubé, voorzitter organisatiecommissie verkiezingen Jeugdparlement 2017. De voorbereidingen die zijn thans in volle gang. Ja, de voorbereidingen zijn in volle gang. We hebben de launch gehad op 14 oktober in Stubila. En daar hebben we het logo bekendgemaakt. De kiescommissie heeft de datum bepaald voor de verkiezing, 8 februari 2017. En per 1 november is ook kandidaatstelling geopend. Dus nu, de documenten zijn allemaal verspreid op de verschillende districtscommissariaten. Dus de jongeren die zijn dus per 1 november in de gelegenheid hun pakket op te halen. En daarin is opgenomen waaraan ze moeten voldoen om zich kandidaat te stellen. Belangrijk is dat ze tussen 15 en 22 jaar moeten zijn. Niet ouder dan 22 en niet jonger dan 15 jaar. Dat is een belangrijke. En natuurlijk dus ook andere criteria. En een ander belangrijk ding is dat zij dus ondersteuners moeten hebben. De doelgroep voor wie ze gaan, dat zijn dus de jongeren van Suriname, de jeugd en straks die mogen stemmen. Die zit in de leeftijdsgroep 12 tot en met 25 jaar. En de kandidaten, aspirantkandidaten, moeten ondersteund worden. En ze zijn dus nu in die fase om te zoeken naar ondersteuners. Hoeveel ondersteuners moeten ze hebben? De ondersteuners die verschillen per district. Hè. Het grootste district is Paramaribo. En in Paramaribo heb ik dat overzicht hier. In Paramaribo heb je daar 130 ondersteuners nodig. Voor Brokopondo 39 ondersteuners. Voor Komowijnen zijn dat 69 ondersteuners. Voor Koroni, kleinste district, 6 ondersteuners. Dus dat moet ook vlot gaan. Marwijnen, daar heb je 49 ondersteuners nodig. In Para 71. En dan heb je Saramaka met 40 ondersteuners. Sipaliwini 87. En als laatste Wanika 118 ondersteuners. Wij adviseren de jongeren ook, en dat doen we ook al in onze promo, om veel meer te zoeken dan nodig is. Omdat er altijd fouten kunnen zijn. De mensen niet in het district zijn geregistreerd. Dus dat worden die sowieso weggeschrapt. Dus die tellen dan niet mee. En je moet voorkomen dat door een aantal foutieve ondersteuners je dan gedisqualificeerd wordt voor verdere deelname. En het advies is daarom altijd meer zoeken dan nodig is. Als we de berichten mogen geloven uit het veld, maar ook als we dus kijken naar wat allemaal afgehaald is nu op de verschillende districtscommissariaten, dan loopt dat vrij goed. De belangstelling is hoog. We waren in het weekend nog in Nikeri, waar wij de keypersons van Nikeri en Koroni hebben gehad, informatiesessie voor hun. En ook daar hebben we heel positieve berichten gehad. Een week geleden hadden we de infosessie voor Paramaribo, Wanika, Komowijnen en Saramaka, Para ook erbij. Die hadden we in Paramaribo gedaan. Dat zijn infosessies voor onze keypersons. De keypersons zijn werkarmen van de organisatiecommissie. Deze zitten dus in de verschillende districten, op wijk, resortniveau, en die doen het veldwerk voor ons. Kijken en alle relevante informatie doorcommuniceren naar de hoofdcommissie, maar ook allerlei activiteiten die wij ontplooien om de informatie over te brengen naar de doelgroep toe. En ons daarbij te helpen. Dus we hebben straks nog we gaan morgen naar Marwijnen. Komend weekend zitten we in Brokopondo en boven Suriname. En dan hebben we Apura en dan de rest van Sipaliwini. Daar hebben we al onze mensen die in het veld gaan werken al getraind, de informatie met ze gedeeld, zodat er uniformiteit is waar in de informatiestroom, hè? Dat iedereen hetzelfde vertelt en dat er geen verwarring wordt
geschept in die samenleving, met name onder de doelgroep. Ja. Dus nu kunnen de jongeren volop hun formulier ophalen, ondersteuners gaan zoeken. Het is belangrijk is dat bij de ondersteunerslijsten, daar hun naam, dus gegevens moeten invullen. Maar wij adviseren ook aan de jongeren, en dat is ook een oproep van de kiescommissie, is dat ze aan het eind, wanneer ze hun gegevens hebben ingevuld, dat zij een paraaf zetten, een handtekening. Om daarmee, weet je, te zeggen van dat jij werkelijk jouw gegevens zijn. Een fraude een beetje tegen te gaan. En dan moeten ze gaan indienen. En de dag van kandidaatstelling is door de kiescommissie bepaald, 5 december. Het is een mooie dag. Het is dus de kinderdag ook. En op die dag mogen de jongeren hun documenten indienen. Conform de richtlijnen van de kiescommissie. En dat moet geschieden van 7 tot 3 uur op de verschillende commissariaten. Dus in hun respectievelijke district. Dus ben je een kandidaat in Paramaribo, dan moet je het gaan indienen bij het commissariaat in Paramaribo. Mm-hmm. En zo, dus zo moeten ze dat gaan doen. En dat mag nu wel onbeperkt aantal zijn per district? Voor wat de aspirant-kandidaten aangaat, indiening van hun stukken? Ja, het is onbeperkt. Er is geen maximum vastgesteld. Als er nou 100 of 200, iedereen die belangstelling heeft, maar ook voldoet aan de eisen, want er vindt een toetsing plaats, ja, die mag dan hun documenten indienen. En na 3 uur, 5 december, worden de stukken dus opgehaald door de kiescommissie, onder leiding van de heer Lamsberg. En vervolgens komt er een traject van 2 weken ongeveer. Dat is dus nu in de verkiezingskalender van de kiescommissie ook al opgenomen. Dat zij dan in Nassau screeningperiode. Dat is de periode waar alle documenten van alle kandidaten gescreend worden. In hoeverre ze dus voldoen aan de gestelde criteria. En natuurlijk ook als de ondersteuners wel correct zijn. En vervolgens vindt er dan bekendmaking plaats van wie door de screening is gekomen en dus zich kandidaat mag noemen. Maar dan heb je ook nog een beroepsperiode. En er is een binnen 3 dagen na bekendmaking mogen dus de kandidaten of de personen die afgewezen zijn, die mogen dan in beroep gaan bij de ministers, schriftelijk. En de minister heeft daarna weer 5 werkdagen conform het staatsbesluit om de beroepsgevallen te behandelen en daarna uitspraak te doen. Dus dan heb je daarna de officiële bekendmaking, maar ook publicatie van alle kandidaten. De 31-jarige Andy Babulal, van wie opsporing aanhouding ter voorgeleiding is gelast door de procureur-generaal van Suriname, is op 12 november van dit jaar door het arrestatieteam in Nikeri aangehouden. Andy werd gezocht voor deelneming aan een criminele organisatie en overtreding van de wet verdovende middelen. Hij werd overgedragen aan de afdeling kapitale delicten. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Andy Babulal in verzekering gesteld. WWF die heeft een studie gedaan over de effecten van het menen van zand, schelpen op stranden in Suriname. Het onderzoek is uitgevoerd door professor Edward Anthony van de A. Marseille Universiteit in Frankrijk. Vandaag heeft de presentatie plaatsgehad van dit onderzoek en wel door Kathleen Gersi. Zij is kustmorfologie deskundige en zij heeft toch wel een en ander uit dit onderzoek naar voren gebracht. De opening van deze dag is gedaan door de directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, Dave Abbeleven. We voeren u naar hem. Goed, om toch zeker vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen dit alles in een kader te brengen, toch ook wel
zodat u daar een beter beeld hebt waarom deze studie eigenlijk gedaan is. En wat het belang hiervan allemaal is, zeker de resultaten voor het toekomstig beleid. Het is namelijk zo dat met het aantreden van minister Dodson en de nieuwe leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen iets meer dan een jaar geleden, we ook gestart zijn met een nieuwe wijze van beleidvoering met betrekking tot onder andere het beleidsgebied mijnbouw. Centraal hierin staat namelijk een milieubewuste en duurzaam mijnbouwbeleid gericht op behoud van natuur en gebruik van methoden die hier bijdragen. Hiertoe zijn er natuurlijk een aantal stappen die we in de tussentijd al hebben ingezet als bewijs. Onder andere hebben wij, een van de eerste zaken die we hebben gedaan, was de instelling van een unit voor milieu. Op dit moment is dat hier dat gestalte gekregen. Er zijn momenteel 5 dames daar werkzaam. En waar wij nu aan werken zijn, is om dit allemaal geformaliseerd te krijgen binnen onze organisatiestructuur. Het geeft ook aan het belang welke wij stellen als leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen aan het milieu. Verder ook de wetgeving. We zijn op dit moment bezig om de wetgeving, mijnbouwwetgeving, aan te passen. Daarvoor is een commissie ingesteld. En een van de belangrijkste zaken die wij hiermee zullen opnemen, zijn namelijk de milieustandaarden waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd als deel van de wetgeving. Verder zijn we dus in de afgelopen maanden ook bezig geweest met onder andere de ratificatie van het Minamata-verdrag, welke dus al de Raad van Ministers is gepasseerd. En thans dus richting de Nationale Assemblee gaat om daar ook behandeld en goedgekeurd te worden, zodoende de ratificatie te laten plaatsvinden. Maar waar wij ook ons op richten, en dat is misschien concreter in onze beleidsvoering, komt dat tot uiting, is met name te kijken naar die maatregelen die nodig zijn om zeker dat de balans evenwicht tussen wat mijnbouw betreft, waaronder ook zandafgraving en milieubehoud. De studie die vandaag zal worden gepresenteerd, althans de resultaten daarvan, is daar een goed voorbeeld van. Wij als leiding hebben daarom een open oor voor onder andere milieuorganisaties, maar ook wetenschappers die ons te kennen geven dat er toch wel dingen zijn ten aanzien van het mijnbouwbeleid waar wij meer aandacht aan moeten besteden, met name ons natuurbehoud. Nou, dit was toen ook het geval toen wij in gesprek gingen met WWF, waarbij ons ook werd gewezen op, let op onze kust. Vandaar, zoals Martina heeft aangegeven, maakt de WWF zich al jaren sterk voor. En uiteraard hebben wij daar een luisterend oor voor gehad. We hebben de zaak natuurlijk direct bestudeerd, bekeken en wij vonden het dan ook nodig op een gegeven moment om inderdaad groen licht te geven, de nodige studies te verrichten in verband met een duidelijke indicatie te krijgen wat de gevolgen zijn van onder meer de zandafgravingen op onze kust. We hebben per schrijven in december 2015 toen ook de ondernemers die daar actief zijn wat de zandafgravingen betreft aangeschreven, waarbij we te kennen hebben gegeven dat vanwege de klimatologische veranderingen in onze Caribische regio en de effecten hiervan op Suriname er nader gekeken moet worden naar alle factoren die directe negatieve invloeden kunnen hebben op de kust van Suriname. In dit kader zijn er dan ook dringende studies met de WWF afgesproken, onder hun auspiciën ook zijn uitgevoerd in de tussentijd, om te verrichten om zo een optimale strategie te ontwikkelen ter bescherming van onze kust. Een van deze studies is dus deze, dat is de Assessment of Impacts of Coastal Seashell and Sand Mining, welke dus in samenwerking met de World Wildlife Fund uitgevoerd is geworden. Ten slotte wil ik u erop wijzen dat ook in de regeringsverklaring van de huidige regering van de Republiek Suriname ook heel duidelijk het behoud van ons natuur tot uiting komt. Ik wil voor u citeren en daarmee sluit ik dan ook af. Namelijk punt 1 van het regeerakkoord. Behoud van evenwichtige ecosystemen in het kader
van duurzame ontwikkeling. Het beschermen van de door de schepper aan ons geschonken natuurlijke omgeving dient een geïntegreerd deel uit te maken van onze economische politiek gericht op de versnelde ontwikkeling van Suriname. Binnen dit geheel en tegen de achtergrond van het urgent karakter van de mondiale klimaatverandering is het noodzakelijk om te komen tot een beleid voor bescherming van de kust en management van onze kustzone. Nou, dit gezegd hebbende, dat deel dat ik heb geciteerd uit het regeerakkoord, begrijp ik dan ook waarom het ministerie van Natuurlijke Bronnen zoveel prioriteit geeft aan een milieubewuste mijnbouwbeleidsvoering. Zeker in de afgelopen jaren, maar ook in de komende jaren. Wij zijn daarom ook ondersteuner van de huidige wet die thans in de Nationale Assemblee wordt behandeld met betrekking tot onze kustbescherming. De ICA die organiseert in samenwerking met de CELOS een tweedaagse workshop over sustainable agriculture practices voor de hinterland. En dit betekent niets anders dan uitvoering van of beoefening van duurzame landbouw in onze binnenland. De heer Stanley Oosthuizen, hij is projectcoördinator, tevens Agricultural Technology Specialist van ICA Suriname, die zegt dat met deze workshop een eerste aanzet wordt gegeven om over te gaan tot duurzame uitoefening van landbouw in het binnenland, maar ook nog commerciële landbouw, dus duurzame commerciële landbouw. We voeren u naar het vraaggesprek welke wij hadden met de Agricultural Technology Specialist, de heer Stanley Oosthuizen. Heer Stanley Oosthuizen, projectcoördinator, tevens Agriculture Technology Specialist van ICA Suriname. Een tweedaagse workshop over sustainable agricultural practices voor de hinterland. Makkelijk uitgelegd in het Nederlands. Wat is dat? Het is we hebben een tweedaagse workshop om te praten over duurzame agrarische activiteiten voor het binnenland. Wat valt daaronder? Daaronder valt zowel een plantaardige productie als dierlijke productie. Maar wel dan op een duurzame manier. De traditionele landbouwsysteem voor het binnenland is wat we noemen een shifting culture. En daar plant men op één stuk areaal voor een tijdje en men verhuist dan naar een ander stuk. Omdat na een aantal jaren de bodemvruchtbaarheid van die bodem achteruit gaat. Het heeft gewerkt, het werkt nog steeds voor miljoenen mensen in de wereld. Maar als de bevolking groter wordt, moeten de mensen eerder verhuizen of eerder terugkomen naar hetzelfde terrein of verder gaan om vruchtbare terreinen te vinden. En structuren veranderen, dus er zijn minder mensen beschikbaar. Dus het wordt steeds moeilijker voor de mensen om het systeem te blijven onderhouden. Bovendien heeft het binnenland een groot potentieel om commerciële landbouw te kunnen bedrijven. Waarom het accent op duurzaam? Oké. Duurzaam betekent dat je voor altijd door kan blijven planten en er altijd wat uit kunt halen en verdienen. En dat gebeurt op dit moment niet? Op dit moment wordt de landbouw in het binnenland voornamelijk gedaan voor zelfvoorziening. Hier en daar wordt ook aan commerciële landbouw gedaan. Maar omdat men steeds moet verhuizen, is het niet duurzaam. Die bodems worden onvruchtbaar. Wat moet dan die change gaan brengen? Er zijn verschillende systemen en manieren waarop men
landbouw kan bedrijven op gronden die snel achteruit kunnen gaan. En met deze workshop willen we mensen laten zien wat mogelijk is en dan discussiëren over hoe en verder met commerciële landbouw in het binnenland. En wie zijn deze mensen dan? Wij hebben vandaag mensen van verschillende ministeries. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het ministerie van Regionale Ontwikkeling. We hebben mensen van CELOS, mensen van ICA en verschillende organisaties. Niet-governementele organisaties die werken met de mensen in het binnenland. En ook nog vertegenwoordigers, een aantal vertegenwoordigers van de groepen die uit het binnenland. Als dit uiteindelijk gebeurt, wat zijn de voordelen? De voordelen van duurzame landbouw betekent dat we, als je landbouw op een duurzame manier en commercieel in het binnenland bedrijft, kunnen we als land de productie van onze landbouwproducten verhogen. Het binnenland heeft een enorme potentie aan zowel landbouw, dierlijke productie, maar vandaag wordt er ook gesproken over de non-timber forest products. Er zijn ook een heleboel producten die we uit het binnenland, uit het bos kunnen halen en daarmee geld verdienen. Wat vallen daaronder? Daaronder vallen onder andere producten zoals olie, gemaakt uit zaden van vruchten en palmen, maar ook een noten van bomen en andere producten die uit het bos komen. Ons bos is ook rijk aan bijvoorbeeld podocyri. Podocyri wordt intussen ook wereldwijd verhandeld. En is een zeer gewild product. En dat, zo kan je dan verder gaan. Er zijn een heleboel andere producten die we uit het bos kunnen halen. Wie zal uiteindelijk gaan trekken aan dit project, heer Oosthuizen? Deze workshop is bedoeld om het ministerie van Landbouw en het ministerie van RO, die de trekkers zijn van de landbouwontwikkeling in het binnenland, handvaten te geven om hun beleid te vormen. En die zijn de trekkers. Natuurlijk hopen wij dat ook de private sector, die een motor in de ontwikkeling van het land moet zijn, ook verder helpt om die ontwikkeling te sturen. De overheid moet zorgen voor facilitering. Maar de private sector, de mensen, moeten de ontwikkeling sturen. Wat dient verder in place te zijn? De landbouwgronden of de gronden die zijn ter beschikking, dat hebben ze. Ja. Maar wat dient er verder nog in place te zijn? Er moet op de eerste plaats gewerkt worden aan organisatie. De juiste samenwerkingsvormen moeten geïntroduceerd worden en de mensen moeten getraind worden om de groepen, de organisaties die er al zijn, moeten versterkt worden zodat ze het werk beter kunnen doen. En de mensen moeten getraind worden in de technieken voor duurzame landbouw. Dus deze tweedaagse workshop kan gezien worden als een eerste aanzet? Inderdaad, deze tweedaagse workshop is een eerste aanzet. Het ICA, dat in samenwerking met CELOS deze workshop organiseert, heeft voor het volgend jaar gepland om dan verder gericht met de groepen die voor die ontwikkeling in het binnenland moeten zorgen, te gaan werken. Hoe groot is dat stukje commercie in het binnenland voor wat landbouwproducten aangaat op dit moment? Ik heb geen cijfer in mijn hoofd. Maar er wordt al behoorlijk wat landbouw bedreven in het binnenland. Welke gewassen met name? In het binnenland wordt veel rijst geteeld.
Hoogland rijst, wortel en knolgewassen. Dat zijn de grootste groep aan gewassen die geteeld worden. Maar merendeels voor zelfvoorziening. En dat moet overslaan naar verbreding en commercie? Dat, de potentie is er. En we hopen dat dat komt. Omdat Suriname ook duurzame bronnen van de vissen nodig heeft. En daar kan de landbouw voor zorgen. Ja, maar in het begin zei u dat er toch wel een tekort is aan mankracht. Wil men nog investeren in onze binnenland, in duurzame landbouw? De wil is er. De overheid heeft aangekondigd dat binnenkort oliepalm weer opgestart wordt. Dat binnenkort ook cacao opgestart wordt. De wil is er, de potentie is er. Maar dat moet ook met involvement van de mensen die in de gebieden wonen en werken. En er is natuurlijk ook potentie dat zij zelf iets doen.